Er wordt weer een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd in onze regio. Langs de A27 bij Nieuwegein. En het gaat heten het Klooster. Maar de grote vraag is waarom? Want er zijn zoveel bedrijventerreinen waar leegstand is. Ik ga dat voor u uitzoeken. Welkom bij BV Utrecht. Duurzaamheid is business. Dat moeten ze wel hebben gedacht, de gemeente Nieuwegein. Want op deze groene strook land komt een nieuw duurzaam bedrijvenpark. Daar is de A27, daar is het Amsterdam-Rijnkanaal en daar is het Merwedekanaal. En daar komt ook nog, waarschijnlijk althans, een nieuwe containerhaven. De bedrijven die hier nu gebouwd worden, die moeten zich houden aan hele strenge bouw- en milieuvoorschriften. En dat bedrijf handelt in horeca-attributen. Maar ik ga nu eerst even naar de huidige locatie en die is ook in Nieuwegein. Martin van Rossum, directeur Boertman Nederland. Waarom willen jullie hier eigenlijk weg? We zitten hier al een tijdje, maar het wordt wat klein. We groeien eigenlijk hier uit ons jasje. Dus vandaar dat wij op zoek zijn naar iets anders. Maar jullie blijven toch in Nieuwegein? Ja, we zitten hier al heel lang. Centraal in het land, we bedienen het hele land. Dus ik zou eigenlijk niet ergens anders in het land willen zitten. En vandaar dat wij in Nieuwegein blijven. Nou, dan wil ik eigenlijk wel gaan kijken. Ja, hartstikke leuk. Gaan we doen. Jullie moeten aan best veel duurzaamheidseisen voldoen hier van de gemeente. Is dit dan wel de meest makkelijke locatie voor jullie? Ik vind het niet moeilijk eigenlijk. Ik vind het ook belangrijk als bedrijf dat je bewust een bedrijf hebt, zal ik maar zeggen. En daar past dit park heel goed bij. En eigenlijk wat ik wilde, was wat de gemeente ook wilde, dus dat past er gewoon heel goed. Het zijn wel iets, misschien iets hogere kosten, maar ik denk ook wel dat je dat in meerdere opzichten terugverdient. Wat is nou duurzaam aan deze nieuwe locatie van jullie? Nou, we werken hier met een warm-koude opslag. Hè, dus dat betekent dat in de winter halen we de warmte uit de grond en in de zomer stoppen we warmte weer terug. Dus een hele efficiënte manier van warmen en koelen. Dan zag ik ook nog die lichtkoepels en die grote hal. Ja, klopt. Je kan lampen aandoen in een hal, maar als je een daglicht erin maakt, dus koepels, ja, heb je geen verlichting nodig. En ja, bespaart energie en kost niks meer. Succes dan, want jullie gaan in maart volgens mij hierin, hè? In maart, 17 maart, ja. Helemaal goed. Nou is hier op dit bedrijventerrein nog een heel ander groot gebouw en dat staat daar. Dat wordt het nieuwe distributiecentrum van de V&D, Hartje Nederland. En daardoor kunnen ze kilometers minder rijden om al hun producten bij de filialen te brengen. Theo Heemskerk, het grootste distributiecentrum dat jullie ooit gehad hebben, was nodig? Ja, we hebben vier oudere panden die niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen. Verspreid over het land, daar houden we nog één van over. En wij gaan hier centraal alles verzamelen om naar de winkels te leveren. Daarmee besparen we 1,5 kilometer en dat past ook heel goed in ons duurzaamheidsbeleid. En tenslotte ook de werkomstandigheden van de mensen zal door de mechanisering sterk verbeteren. Nu hebben jullie gekozen voor een duurzaam bedrijvenpark, het Klooster. Hoe duurzaam worden jullie in dit pand zelf eigenlijk? Wij zullen voldoen aan de hoogste eisen van certificering, dat noemen ze de BREEAM-normen. Dus wij, samen met de ontwikkelaar van dit pand, hebben wij gezorgd dat wij aan alle strenge eisen voldoen. Kun je me daar wat van laten zien? Ja, laten we maar gaan kijken.
Kijk, dit is nou de pomp van die warmte-koude opslag. In de aarde op 80 meter diepte is de temperatuur veel constanter, een graad of 15. Ja. En als je nou in de zomer die koelte kan ophalen en in je verwarmingssysteem kan brengen. En in de winter, dan is het natuurlijk aanmerkelijk warm naar buiten. Dan kan je dus heel veel energie besparen. En dan wordt het weer heel, heel warm hier binnen. En dan wordt het lekker warm en we besparen heel veel energie. Dus het is heel energiezuinig en ook heel, heel duurzaam. Doen jullie nou nog meer of is dit het zo wel? Nee, dit is slechts één van die aspecten. Voor de rest hebben we in ons servicecentrum Amsterdam nu een proef lopen met windmolens op het dak. Langs de A9 zijn die goed te zien. Ja. En die komen wellicht dan ook hier als de proef slaagt. Daarnaast is het dak geschikt gemaakt voor het dragen van zonnepanelen. En 25.000 meter zonnepanelen is een behoorlijke oppervlakte. Absoluut. Ja. En dat zullen we dan later ook nog in de volgende fase doen. Klinkt toch als gigantisch hoge investeringskosten. Kan dat eigenlijk wel uit allemaal? Of je het nou in de investering stopt of in je besparing op je energielasten. Uiteindelijk is dat altijd een calculatie. Maar minder energiebruik is ook goedkoper. Dus naast het duurzaamheidsdoel is er vooral ook een besparingsdoel. Nou, succes met wat er allemaal nog komen gaat. Dankjewel. Wethouder Wouter Kool van Nieuwegein. Nou zijn hier in de regio meerdere bedrijfsparken waar ook nogal eens leegstand is. Waarom dan toch dit nieuwe bedrijfspark? De ontwikkeling van dit park is natuurlijk iets wat al jarenlang speelt. Hè? Dus dat is al 10, 15 jaar geleden in gang gezet. Maar je ziet dat er nog steeds vraag is naar goede bedrijvenparken op goede locaties in deze regio. Het is een hele ondernemende en economisch goed draaiende regio. Dus de vraag is er nog steeds. En wat je ziet is dat de leegstand zich met name concentreert op kantorenpanden. Terwijl we het hier hebben echt over bedrijfspanden waar productie en distributie plaatsvindt. Twee bedrijfspanden zijn nu bijna klaar. Maar hoe staat het ervoor met de rest van de verkoop van kavels hier? Nou, we hebben nog twee bedrijven die binnenkort concreet zullen gaan bouwen. En daarnaast hebben we nog zo'n 14 reserveringen waar een betaling voor verricht is. En dat zijn dus echt serieuze kandidaten die zich hier waarschijnlijk komend jaar zullen gaan vestigen. Even over de huidige regering. Niet echt heel coulant in het duurzaam ondernemen, het stimuleren in ieder geval daarvan. Waarom zouden bedrijven dan wel duurzaam ondernemen? De huidige regering heeft eigenlijk als motto dat bedrijven, mensen en instellingen veel meer zelf moeten gaan doen. En daar is eigenlijk het klooster een heel goed voorbeeld van. Wat wij hier zeggen als gemeente is dat als je hier als bedrijf wilt komen, dan moet je een duurzaamheidsscan ondergaan. Daarin staan maatregelen die je zowel tijdens de bouw als tijdens de productie van het bedrijf zelf binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend en die heel erg duurzaam zijn. Dus dat betekent eigenlijk dat je hier duurzaamheid en economie heel erg op een moderne manier met elkaar verbindt. Dus daar heb je eigenlijk helemaal geen regering of overheidsbeleid voor nodig om te laten zien dat je hier duurzaamheid en economie op een hele moderne manier wel met elkaar kunt verenigen. Hoe lang zal het eigenlijk duren voordat dit bedrijvenpark vol is? Nou, we hebben een uitgifteplan waarin zo'n 5, 6 hectare per jaar wordt uitgegeven. Daar lopen we nu echt op voor. Dus het gaat sneller dan verwacht. Dus ik denk dat het met een jaar of 10 dat je hier een heel eind zou moeten zijn.